Oh, dat zal Leo nou eindig vinden. Oh, Ben! Ik heb mijn filmpje over de hiccup en nu ga ik de Nobelprijs winnen. Omdat je één keer je werk op tijd af hebt? Nee, omdat ik op dit idee kwam. Wouters anti-hiccup-mix. Hoe moeilijk is het wel niet om van de hiccup af te komen? Elke dag hebben miljoenen mensen er last van. En dit verdooft je slokdarm. Waarom praat jij zo snel? Om de hiccup te krijgen. Om te testen of ik er zo vanaf kan komen. En dan heb ik weer een probleem opgelost. Ik zal het doorgeven. Dag Mariska. Zo moeilijk om de hiccup te krijgen. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst de hiccup heb gehad. Elke vrijdagavond in het tv-café. Maar daar kan jij je inderdaad niks van herinneren. Wat zie jij er weer prachtig uit. Leonor, Mariska Kuilenburg belde net voor je. Mariska Kuilenburg? Zo, dat is lang geleden. Miss Meppel. Missie Meppel? Jij komt toch uit Klasinaveen? Nee, Mariska Kuilenburg was het mooiste meisje van Meppel. Miss Meppel. Ja, dat zei ze. Ze zoekt contact met je voor een reunie van de Miss Drenthe-verkiezingen. Samen met de ene Josje. Josje Stronk. Miss Dwingelo. Och, ik had die twee helemaal geblokt. Heb jij meegedaan aan de Miss Drenthe-verkiezingen? Was dat voor of na de Hunebedden? Hé, hey, ik was toevallig wel Miss Klasinaveen. Daar mocht ik meedingen naar de eretitel, provinciemis. Leuk toch, zo'n reunie? Nou, ik ga er echt niet heen. Waarom niet? Omdat ik niks meer met misverkiezingen te maken wil hebben. Je hebt zelf meegedaan? Ja, maar toen was ik jong en dom. Wat is er mis met een goede misverkiezing? Dat je een prijs kan winnen met je lichaam. Mannen beoordelen vrouwen sowieso altijd op hun uiterlijk. Is dat fout? Ik zei net nog dat je er prachtig uitzag. Ja, precies. Dat doe ik toch ook niet bij jou? Wat is er mis met een lekkere chickie? Hoor jij wat je zegt? Mannen zijn beesten. Nee hoor. Bij de beesten is het precies andersom. Nou, en als je straks de hik hebt, heel snel van de anti-hikmix drinken. En dan kijken we of het werkt. Fascinerend, hè, dat het bij de dieren juist om de charmes van het mannetje draait. Waarom is dat bij de mens niet zo? Dat we dan al lang waren uitgestorven. Geen ik? Jij geeft dus toe dat voor ons voortbestaan belangrijk is dat er mooie vrouwtjes zijn. Ik wil respect voor wat ik doe, niet om hoe ik eruit zie. Ik heb heel veel respect voor wat je doet. Met je haar en je make-up. Timo! Ja, sorry. Ik moet gewoon nog wennen aan het idee dat je ooit meedeed aan een Miss Drenthe-verkiezing. Daar zouden we het niet meer over hebben. Hoe kon dat eigenlijk? Jij was als kind toch een beetje aan de dikke kant? Ja, toen woonde ik nog naast de snackbar in Assen. Later zijn we verhuisd naar Klasinaveen en raakte ik al mijn vriendinnen kwijt en 10 kilo. Wel, fijn voor ons mannetjes dat je nou weer een beetje op je gewicht let. Ik eet deze fruitsalade voor mezelf. Anders kan ik ieder jaar een nieuw badpak kopen. Doe je toch voor ons? Als jouw billen uit je badpak gaan hangen, dan hoef je daar zelf toch nooit naar te kijken. Ik eet deze fruitsalade voor mezelf. Leonor, zou jij deze fruitsalade heel snel voor mij naar binnen willen schokken? Wat hebben jullie? Ik moet dit testen. En van snel eten kun je de hik krijgen. Vaak samen met stress, hè? Dus als je dat een beetje bij zou willen voelen. Yes! Mariska en Josje zijn onderweg. Ik heb een afspraak met een ex-Miss Meppel en Miss Dwingelo. Timo, wat had ik nou gezegd? Ik wil niets meer met die twee te maken hebben. Heel goed, die stress, Leonor. En nu die fruitsalade schrokken. Schrokken, die fruitsalade. Hoe haal jij het in je hoofd om mijn ex-concurrenten van de Miss Drenthe-verkiezing uit te nodigen? Ik had nooit een meisje uit Drenthe. En als dat lukt, heb ik alle provincies gehad. Je doet steeds alsof er iets vreselijks gebeurd is daar op die misverkiezing. Heb je soms niet gewonnen? Mariska werd eerste, Josje tweede en ik vierde. Of elfde of zo. Weet ik niet meer. Dus die twee dames die voor de deur staan zijn knapper dan jij? Ja, en ik heb geen zin om de jaren later nog aan herinnerd te worden. Die lol gun ik ze niet. Wat maakt het uit dat ze mooier zijn? Je moet vrouwen niet op hun uiterlijk beoordelen, heb je zelf gezegd. Zeg, ga jij straks nog wel de hik voor me krijgen? Ik heb nog steeds een testpersoon nodig. Ik ga straks stikken van jaloezie. Mag dat ook? Hallo, daar zien we dan. Mariska, Josje, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden. Nou, dat moet zeker lang geleden zijn. Oh, wat leuk om jullie te zien. Wat doe jij ineens vriendelijk? Kijk nou, na al die jaren ben ik knapper dan zij. Een reunie van de Miss Drenthe verkiezing. Enig. Ze zijn niet helemaal mijn type. Je hebt ze nog niet in badpak gezien. Dat is meer categorie Woutje. Ja? Ja! Ja, 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 ja. Hallo. Dus een van jullie was nog eens Miss Drenthe. Dit is mijn collega, Wouter. Misschien kunnen we een keertje gaan steengrillen en dan vertel ik jullie alles over de hunebedden. Oeh, dat lijkt me hartstikke leuk. Ach nee, daar heb ik de hik.
Ik heb de hik. Ik heb eindelijk de hik. Nu komt de test. Nu komt de test. Ik heb eindelijk de hik. Waarom nu? Dit helpt niks. Dit duurt nog wel uren. Je hebt er een halve week over gedaan om de hik te krijgen, maar dan heb je ook wat. Ik heb zo'n leuke middag gehad met Josje en Mariska. We zijn weer zo shoppen. Ik heb ze make-up tips gegeven. Nu ga ik ze helpen met de reunie. Nou, als ik die twee kan hebben, dan zijn Miss Diva en Miss Hogeveen peanuts. Dus daarom zijn mensenvrouwtjes zo met hun uiterlijk bezig. Om mooi te zijn de andere mensenvrouwtjes. Zeiden ze nog wat over mij? Ja, ze vonden je eerst heel leuk en toen vooral heel raar. Hey, verdorie. Heb ik eindelijk eens goed contact met twee leuke vrouwen? Dan krijg ik op dat moment de hik. Heb 15 liter van mijn eigen anti-hikmix gedronken zonder resultaat en... Hey. Hij is weg. Oh. Ik ben hem kwijt. Oh.